Zoals jullie hier op de achtergrond kunnen zien, is Kenneth al druk bezig met het klaarmaken van het vuur. Want we gaan namelijk iets heel groots vandaag 1000 graden maken. En dat gaan we zeg maar met deze niet redden. Dus wat we nu eerst gaan doen is, we gaan eerst een kamfer maken. Dan gaan we ons voorwerp 1000 graden verwarmen tot het hier rood gloeiend is. En daarna gaan we echt iets fucking sieks aansteken. Dus mensen, duf de duim omhoog en we gaan nu gelijk beginnen. Oké, mensen, dit is hem. Ja. Voor de mensen die mijn fidget spinner video hebben gezien. Dit is eigenlijk hetzelfde, alleen deze is kleiner. Het nadeel is zeg maar dat het aan het eind van deze stok ook gloeiend heet gaat worden. Dus we gaan zo meteen even sowieso twee paar handschoenen aan doen inderdaad. Het vuur is lekker aan het stoken, dus ik denk dat we hem erin gaan leggen, Kenneth. Ja, kom maar. Dus het moment gaat zo meteen beginnen. Kijk, dit zijn ze, mensen. Deze gaan we zo meteen allemaal doen. Deze gaan we zo meteen uitpakken. Er zitten er 32 in. Dus we gaan zeg maar dit en misschien nog dit. En dan stapelen we ze helemaal op. Echt zo fucking hoog. Tenminste, dat is de plan. Ik weet niet of het lukt, want ze kunnen ook misschien omvallen. Dus ik zou zeggen, we gaan hem eerst even verwarmen. Mag jij doen? Ik wil even kijken of we een mooi plekje hebben natuurlijk. Hè? Stuur maar eens aan. Ik denk gewoon bovenop het vuur. Hè? Nou ja, hij moet echt in de kolen, denk ik. Erin? Ja. Zou ik hem erin hakken? Maar jij weet, hè. Ja. Zo. Ja. Hij is wel goed, hè? Ik denk dat hij zo wel goed is. De hakken. Ja, moeten we misschien hier nog wat hout bij leggen? Ja. Nog hout, ja. En deze, zo. Hier bovenop nog een blok. Ja, zo. Oké, mensen, wij gaan even wachten tot het heet is. Het kan nog wel even duren namelijk. Kenneth gaat even extra wapperen. Wapperen. Dus we checken jullie zo. We gaan even kijken, want zoals jullie hier kunnen zien, dit ligt zeg maar boven het vuur. Maar als ik deze aan de kant haal, kijk, dat ligt echt in het vuur en dat is waarschijnlijk nu helemaal rood gloeiend. Dus we gaan hem even omdraaien, zodat hij even goed heet kan worden. Maar ik zou hem eens even pakken voor het fijn. Dat moeten we hebben. Dus... doe het gewoon zo. Zo, ik zweet gelijk, jongen. Het is heet. Zo heet. Woe. Hij is echt al freaking heet. Maar, ik had dus net zo mooi verteld van ja, we gaan een hoge stapel maken. Pak ze uit. Zijn ze allemaal gebroken, dus dat idee gaat al niet werken, dus of we maken gewoon een berg, of we doen het zo. En dan zonder plastic, zeg maar. Nou, ik zou gewoon een berg maken hier. Niet zo? Nee. Dit is wel stevig, weet je wel. Nee, maar we hebben ook zuurstof nodig, dus als je gewoon een berg maakt met gewoon allemaal blokjes op elkaar. Ja, zuurstof? Je hebt sowieso zuurstof van vier kanten aan hier en van boven. Ja, dan zou ik het zo doen. Ja, je weet het antwoord gewoon al. Kijk hoor. Kijk, zoals jullie kunnen zien, Kenneth is de laatste stoffen van het wegwapperen, zodat de kolen goed de hitte kunnen doorgeven aan het ijzer. Ja, en dan is het moment daar, zoals je kunt zien. Kijk hier. Hij is echt wel roodgloeiend. Dus, ja, wat wil je zeggen? Als je hier naar binnen kijkt, jongen, echt, het gloeit gewoon. En ik denk dat hij helemaal rood is. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Kijk, dit is hem hier. De camera kan ik niet eens dichtbij houden als het heet. Maar in ieder geval, mensen, hier staat hij. Dit is de toren geworden. Nou, dat is hem dus, de toren, de geweldige toren. We gaan hem nu bijna elk moment in de brand steken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even, gaan we even discussiëren. Wat gaat er gebeuren? Ja, het lijkt op Noga, ken je dat? Noga, van die, van chocolade van die snoepjes. Maar ja. Ik denk als hij het aanraakt, het vuur, dat hij in één keer zo... Ja, ik denk dat, want hij gaat zo meteen van bovenaan erop. Is het gelijk, ziet, komt gelijk dat vuur spuit gelijk aan de zijkant zo... Ik denk het ook. Dus, wat we eerst, zullen we dan eerst even eentje doen? Ja, sorry. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon lijken beginnen, mensen. Let's go! Oh, wacht. We hebben er één over. We hebben er over. We hebben geluk. We gaan er eerst één doen. Lijkt net zo'n vermengde Mickey Mouse. Ja, weet je het punt? Ik had net mijn hand in deze schoen, trok hem eruit. Kijk, toch ging de hele binnenkant eruit, waardoor zeg maar die vingers niet meer in die vingers zitten. Dus dit ding kan ik net zo weggooien. Oh! Komt-ie! Gelijk erop. 3,
2, 1. Wow, kijk hoe snel het gaat. Oh. Wow. Hij plakt. Wow, wacht, let op. Oh. Fire. Dat ding is heet, die kan ik er niet opdoen. Oké, ik doe hem er terug in, hij gaat warmen. We gaan alles hieruit maken en dan gaan we naar de grote berg. Ik heb er een extra hout erbij gegooid, hij moet echt rood groen zijn. Dit ging echt wel best wel goed al. Het gaat wel regenen zo te zien en zo te horen en zo te voelen. Maar ja, laat ik het zo zeggen, de regen gaat dat ding niet blussen. Oké mensen, we gaan beginnen. Ik heb er zin in. Zoals je kunt zien, de berg. Het wordt toch wel lastig denk ik, want zoals je net zag, het gaat eigenlijk gelijk branden. Dus als we hem zo... Ik weet niet precies hoe ik het ga doen. Het liefst wil ik hem eigenlijk... Ja, erop drukken, slaan, maar we gaan beginnen. Ah, deze is rood. Komt-ie, dames en heren. De 1000 graden fidget spinner tegen al deze aanmaakblokjes. 3, 2, 1. Oh, hij gaat rustig. Moet op de taal staan. Wow. Kijk of hij er ook doorheen smelt. Wow, wat heet die jongen? Wow. Nee! Kut, alles gaat mis! Oh fuck, waar moeten we nu mee? Hij staat al helemaal in de brand, of niet? Shit! Er ligt er onder een te branden, fuck! Check de... Oh! Zo joh, dit is levensgevaarlijk mensen. Oh, die hit die hier vanaf komt is echt insane. Oké, we gaan hem even oppakken, we gaan hem even in het vuur leggen, want... Ik weet niet of hij door de tafel heen gaat branden. Ik heb het eens weten. Maar het is gelukkig, ik ben er super blij mee. Het resultaat is echt fucking episch. Oké, de tafel is in de brand jongens, we moeten nu... Chris, help mee. Oké, dat doe ik het zelf. Nu kan de hele tuin afgebranden, maar dat gaan we wel zien. Als nu de plank breekt, is het te laat. Oh. Woe! I did it. Ik ben blij dat het erin ligt. Het is veilig opgelost. De tafel is een beetje verbrand. Daar is alles een beetje verbrand. Het kunstgras, laten we dat maar zeggen. Hier liggen nog een paar dingen op de straat, dan ga ik er even inleggen. Maar mensen, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Hopelijk vond je dit een leuke video. Ik zou zeggen, als je dit leuker vindt als 1000 graden bal, doe dan even een duimpje omhoog. En dan gaan we volgende keer gewoon iets anders 1000 graden maken. Mensen, let's go! Woe!